In Emmen is een regionale manifestatie gehouden voor behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid. Het bijzondere van deze manifestatie is dat zij werd en wordt georganiseerd door mensen uit alle lagen van de bevolking en mensen met verschillende politieke uitgangspunten die elkaar gevonden hebben om de noodklok over Zuidoost-Drenthe te luiden. De werkloosheid in ons gebied is bijzonder hoog. Is altijd 2 tot 3 maal zo hoog geweest als het gemiddelde van ons land. De arbeidsmogelijkheden die de vervening bood verminderden sterk toen ook hier de mechanisering haar intrede deed. En ook als gevolg van de mechanisatie in de landbouw ontstond in dit gebied in de zuidoosthoek van Drenthe een overschot aan arbeidskrachten. En waar de mensen voorhanden waren, daar vestigde zich de industrie. In een indrukwekkend tempo verrezen hier moderne fabrieken die de economische wind meekregen en aan duizenden werk verschaften. Van eenvoudig boerendorp ontwikkelde Emmen zich tot een middelgrote industriestad die nu met de omliggende dorpen meer dan 85.000 inwoners telt. Voor heel dit gebied ging Emmen een centrumfunctie vervullen. En het kreeg onder meer een modern stadhuis dat aan die functie relief moest geven. Als er één groep bewoners is die dit gemeentehuis goed kent, dan is het die van de werklozen. Vooral de fraaie kantoortuin van de sociale dienst is hen vertrouwd, omdat ze daar namelijk elke vrijdag hun weekstaartje moeten komen inleveren. Want alle andersluidende geruchten ten spijt, wie in Nederland langdurig werkloos is, krijgt alleen maar een sociale uitkering op basis van deze weekstaartjes. De werkloosheid in dit gebied manifesteert zich onder andere in een lege fabriek als deze, waar nu caravans in winterstalling staan en waar de namen van de 200 mensen die er eens werkten zijn verdwenen. Momenteel tellen Emmen en omstreken zo'n 3400 werklozen. Dat is 12% van een beroepsbevolking van 28.000. De fabrieken van Enka geven hier werk aan ongeveer 4000 mensen. Maar in de sector van de chemische textielvezels geldt voor 1800 personeelsleden hier allang een werktijdverkorting. Want de afzet stagneert door de importen van goedkope textiel van buiten de EEG. En zojuist is er bericht dat er weer arbeidsplaatsen zullen moeten verdwijnen vanwege toenemende verliezen in de sector kousengarens. Kousen worden in Emmen samen met panties sedert jaar en dag gemaakt in de Danlonfabriek, waar honderden breimachines door enkele mensen bediend kunnen worden. Arbeidsintensief wordt het werk pas in de confectioneringsafdeling, de ververij en de verpakkingszaal. Maar ook deze industrie ondervindt grote moeilijkheden door goedkope importen uit het buitenland. En hier met name uit EEG-partnerland Italië. Voeg daarbij de verminderde verkopen als gevolg van 2 onverwacht lange hete zomers. En men heeft de verklaring voor werktijdverkorting en productievermindering. In de Danlon-kantine, waar eens 1400 mensen pauzeerden, doen dat er nu nog zo'n 600. Maar ook zij zullen spoedig ergens anders heen moeten. Want de ruimte is verhuurd aan het ministerie van Defensie, dat evenals het ministerie van Binnenlandse Zaken hier kantoren vestigt in het kader van de vervangende werkgelegenheid. Maar de Zuidoosthoek van Drenthe wil naast vervangende werkgelegenheid heel duidelijk ook iets anders. Voorop blijft voorlopig staan het behoud en de uitbreiding van de huidige werkgelegenheid. De confectieindustrie is naar de knoppen. De schoenenindustrie is van de vaderlandse bodem weggevaagd. De lederwarenindustrie is in zijn totaliteit verdwenen. We kunnen niet toestaan dat onze partners in de EEG, na de schoenenindustrie, nu ook nog de kousen- en panty-industrie onder onze handen wegbombarderen met hun spotgoedkope producten. APPLAUS.